ben er dus. De kamer. En, ja, ga maar op. We zijn hier op de kamer. En het is nog vroeg. Het is pas na de middag dat je wordt geopereerd. Dus vanmorgen ga ik naar huis. En dan kijk ik het eigenlijk het liefst naar uit. Maar het is wel vandaag de operatie. En met dat ben ik me gebracht. Dus ja. En straks komt nog de spiegeloog. Met een steun. Dus ja, het is wat eigenlijk. Ik heb wel stress. Ik lig hier trouwens op A en de kamernummer ook. Ik heb alleen een mondkapje bij. Dus, maar ze dus heb je een wc en een kastje en zo. Dus, heel veel stress. Dat is een dus, ja. Het zal na de middag zijn, maar als iemand wegvalt, dus ik hoop dat iemand wegvalt, dan duurt dat niet zo lang. Nee, ik snap het niet verkeerd, hè, maar ik heb er stress voor. Ik val echt mijn schortel aan. Ja, mooi. Dus die heb ik al aan. Dus we zijn nu al 12:30. Dus voor mensen die willen weten hoe laat het is, het is 12:30. Ja. Dus het is nog. Het is al een beetje laat als je ziet. Dus nog even wachten. En dan hoop ik dat ik kan nu laten zien hoe ik eruit zie na de operatie. Dat is het eten. Smakelijk ook voor jou. En zo zie ik er nu uit. Dus, we zien het ook eens. Ze hebben alleen nog dit. We zitten hier eigenlijk in. Dat is eigenlijk, dit is eigenlijk de pocht dat eruit gaat. Ik denk niet dat veel mensen dit weten. Maar het is dus. Ik had er eerst twee, maar ik heb er nu nog maar één. Dus dat is al iets, hè. Dus dat valt wel goed mee eigenlijk. Dus ik heb redelijk goed geslapen. Dus nu ziet het er zo uit. Dus ze hebben dat ook helemaal afgetekend. Je kunt dat zien op mijn buik als ze helemaal hebben afgetekend. Het is wel tof eigenlijk. Allee, tof. Ik snap het wel allemaal. Dus ik ben nu thuis, zoals je kan zien. Ik ben officieel thuis. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk te vloggen voor jullie. Dat is niet gemakkelijk, maar ik doe mijn best. En ook de erten. Ik ben niet bloot, voor alle verduidelijking. Maar nu maakt als man hoe dat ik me voel. Ik voel me suf. Maar Metap heeft voor mij gezorgd. Die heeft voor mij dit geregeld. Dus die is nu naar huis met haar zoon. Die heeft echt super goed gedaan. En ik ben echt trots op haar. En dankjewel trouwens ook iedereen die me steunt. Dankjewel daarvoor. Ik ben echt trots van jullie allemaal te kennen. Maar ik ga echt heel veel rusten en heel veel doen. Dus vond je het een leuke video? Zie ik het duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we